Ik ben Xander Waard, 21 jaar en speelster van Oranje. Over 2 uur speelt de HBL-wedstrijd tegen Italië. In de bus hebben veel mensen een vaste plek. Ik niet altijd, maar vaak zit ik wel naast Marleen. In de bus voor de wedstrijd is iedereen met zichzelf bezig. Gefocust op de wedstrijd. Tijdens de rit luister ik muziek, klets ik met Marley en mijn teamgenoten. Er is een probleem met de motor. En ik durf niet meer verder rijden. Op de heenreis hadden we pech met de bus. Maar dit was in scène gezet door onze coaches om te kijken wat we doen. Volgens mij bleven we allemaal heel kalm, ik ook. Ik dacht wel even, oh, oké. Look at those palm trees, damn! Zodra we de bus uitstappen, gaat bij iedereen echt de knop om. Gefocust op de wedstrijd, klaar om te knallen. Wanneer ik in de line-up sta, ben ik trots dat ik hier mag staan. In Oranje. Ik denk dat we goed hebben gespeeld vandaag. Soms wat mat, misschien begonnen we wat mat, maar een goal per kwart, dus dat is prima. Als we na de wedstrijd het veld aflopen, hebben we een cooling down en daarna gaan we de bus in. Het grote verschil tussen de heen- en terugreis is dat heen is iedereen gespannen en klaar voor de wedstrijd en terug is er net wat meer lol.